En die samenwerking, dat is begonnen, mevrouw Timmerman, als de ter beschikkingstelling. Maar ik... Dat is wel schattig. Dat is wel schattig. Alsjeblieft, stop ermee. Alsjeblieft. Ga dat maar niet moeten beslissen. Niemand heeft u verplicht om op één dag een bocht van 180 graden te maken. Niemand heeft u verplicht om die beslissing te nemen. Allez, monsieur Calvo, c'est du harcèlement si vous continuez. C'est du harcèlement, elle va déposer plainte. Mevrouw Timmerman, het is begonnen. De overeenkomst is begonnen. De overeenkomst is begonnen op de stoep van de 16 vorig jaar als een terbeschikkingstelling. Als een terbeschikkingstelling van nucleaire capaciteit aan andere spelers. Weet u waar we vandaag geland zijn? Wat het amendement van de regering werkelijk betekent, is een winstgarantie voor de nucleaire exploitant. De onzekerheid van die overeenkomst komt helemaal bij ons te liggen. We hebben het daarnet mogen werken. Wij weten niet hoeveel dat gaat opbrengen. Mevrouw Dirk kon daar niet op antwoorden. Meneer Schiels kan daar niet op antwoorden. Meneer Tuibes kan daar niet op antwoorden. Meneer Wollands en ik ook niet, want wij hebben de gegevens niet. En de zekerheid ligt helemaal bij de exploitant. Sterker nog, meneer de staatssecretaris, u verplicht uw opvolgers, wie dat ook is, u verplicht uw opvolgers om dezelfde stommiteit te doen. Om eigenlijk die lijn door te trekken. Want wij tekenen niet alleen voor nu, hè. Wij tekenen tot 2025. Dat is wat hier voor ligt, mevrouw Timmerman. Wij hadden bedenken, misschien is het toch geen goed idee om Tiage 1 tot 2025 langer open te houden. Wel, wat heeft meneer staatssecretaris onderhandeld? Ah, dan gaan we een boete betalen. Dat is toch de wereld op zijn kop? Dat is hier ons met handen en voeten vastbinden aan de stommiteit van staatssecretaris Wattelé. Aan de stommiteit van deze klassieke tripartite. Dat is wat u aan ons vraagt. Sorry dat we daartegen protesteren. Dat is een absolute schande dat deze regering zegt wat wij onderhandeld hebben, wat het parlement niet mag zien. Daar zijn wel de volgende regeringen aan verbonden. Daar is staatssecretaris Schiels aan verbonden. Daar is staatssecretaris Timmerman aan verbonden. Staatssecretaris Klaar en Van. Maakt niet uit wie in de volgende regering. We hangen met onze handen en voeten vast aan de samenleving. Meneer Terwingen. Meneer Terwingen. Ik denk... La parole est à monsieur Terwingen. Ik denk dat staatssecretaris Calvo er niet veel last van gaat hebben. Dat is alleszins één ding wat zeker is. Maar ik ben eigenlijk wel ontdaan. Ik vind het leuk wat u hier brengt. En ik vind het geweldig dat u uw ideologie, hè, want uw ideologisch probleem met nucleariteit, met alles wat ermee te maken heeft, u brengt dat op een zeer goede manier. Eigenlijk een beetje erover juist. Want ik vind wel dat we hier ook naar de staatssecretaris een bepaalde fatsoen in het gedacht moeten blijven houden en acht blijven houden. Voor de rest, u mag hier beledigen wie u wil. U mag mij beledigen, geen enkel probleem. Maar ik vind dat er net iets over. Ik vond het ludiek tot een bepaald moment. Maar weet je wat? Ja, het is heel ernstig. Als u op die manier ernstig bent, zoals u hier de show staat op te voeren, dan wil ik u zien als u ludiek bent. Dan wil ik er echt niet bij zijn. Maar nog één punt. En dan gaan we verder nog even naar het cabaret kijken, denk ik. En ik hoop dat u dan het niveau een beetje kan houden. Persoonlijk niet naar mij toe, maar ik vind naar bepaalde mensen zijn hier toch dingen gezegd. Ik denk dat dat nu net het verschil is. Hè. U bent fier op je ideologie. Ik denk dat dat inderdaad eigen is aan een groene partij, dat men daar fier moet zijn op zijn ideologie. Politiek fier moet zijn op zijn ideologie. Regeringspartijen kunnen fier zijn op hun beleid. Dat is het verschil. Het is geen cabaret, maar als je dan toch moet kiezen tussen uw cabaret of mijn cabaret, dan denk ik dat misschien inderdaad de keuze snel gemaakt is. Meneer Terwingen, inderdaad, ik ben daarmee begonnen om te zeggen van ik ben trots om deel uit te maken van de enige fractie die een ideologisch probleem heeft, met nucleaire energie. En ik heb eraan toegevoegd, en ik wil dat zelfs herhalen, als ik geen ideologie zou hebben, dan zou ik christendemocraat geworden zijn. Echt waar. Ik begrijp dat niet dat jonge mensen dat kunnen doen. Dus vandaar dat ik een andere keuze gemaakt heb. Ik zal het dan rustiger zeggen. En ik zal het ernst... Ik zal het met zo'n christendemocratisch mogelijk, zo oerdegelijk mogelijk. En dan kan u er een antwoord op geven. Vindt u het als parlementslid
als een parlementslid van de nieuwe politieke cultuur. U bent nog niet zo oud. Vindt u het normaal? Hè? U hebt gesproken over fatsoen. Hè? Vindt u het fatsoenlijk dat een parlement wordt gevraagd om een conventie te legitimeren die het niet gezien heeft? Vindt u dat, dat is de enige vraag. Vindt u dat normaal? Er is een ontwerp van conventie, meneer de staatssecretaris. Er is een ontwerp van conventie. U moet die niet tekenen zonder... Nee. Monsieur le secrétaire d'État. Allez, les masques, c'est même extraordinaire. Extraordinaire, en totale transparence. On dépose un texte au Parlement par lequel on demande l'autorisation du Parlement de signer une convention pour lequel on donne la manière dont on va calculer l'investissement, le prix de base qui va être gardé par la CREG, la rentabilité et le mécanisme de répartition entre l'État et les opérateurs des recettes. On ne peut pas être ni plus clair ni plus transparent que cela. Sur tous les chiffres pour lesquels il existe une incertitude, ils seront vérifiés, audités par l'AFCN et par la CREG. Qui, mieux que ces deux organes totalement indépendants et reconnus, peuvent nous donner les bons chiffres en la matière? Je viens vous demander la possibilité de signer une convention. Et cette convention, elle n'existe pas, M. Calvo. Elle n'existera que quand elle sera signée. Et d'ailleurs, M. Calvo, vous auriez pu, plutôt que de faire votre show, venir avec des propositions comme l'ont fait M. Schiltz ou comme l'ont fait M. Teubens pour améliorer encore cette convention. Et je me suis engagé à aller apporter ces points-là dans le cadre de la négociation liée à cette convention. Mais ce qui aurait été antidémocratique et pas correct, hein, c'est comme moi, comme membre de gouvernement, je signe une convention sans en avoir discuté, sans en avoir eu un débat démocratique au préalable avec le Parlement. Ici, c'est l'inverse qu'on fait. On a ce débat. On regarde comment on va fixer les modalités de cette convention et seulement quand on aura le mandat du Parlement démocratiquement débattu, et c'est vrai que le show cabaret, on s'en serait vraiment bien passé, franchement, quand on aura ce mandat, on aura la possibilité d'aller signer. Ça, c'est la bonne manière de travailler. Ça, c'est une manière et transparente et démocratique de fonctionner. Mais aujourd'hui, vous ne l'aimez pas parce que vous êtes dans l'opposition et que vous avez envie de jouer votre show. La seule manière de bien travailler, c'est celle qu'on a faite aujourd'hui. Meneer Rolands. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Meneer Wattelet, toch eventjes een beetje duidelijkheid over die overeenkomst. Want in de commissie heeft u heel vrolijk geantwoord wat we moesten begrijpen onder dat te verwachten rendement. Namelijk de 9,3% die in de wet is omschreven. En op het moment dat wij vragen om dat gewoon te definiëren, om de overeenkomst heel duidelijk daartoe te beperken, hebt u geweigerd? Hebt u gezegd van, ik wil dat niet in de tekst? Ja, als dat zo is, geen enkel probleem was, geef dan tenminste toe dat het over andere zaken gaat. Ik heb daar een amendement over ingediend. U heeft gezegd van, we gaan dat niet stemmen en de meerderheid is u heel braafjes gevolgd. Dus als dat het probleem was, waarom dat dan niet gewoon stemmen? 9,3% staat in de wettekst. En als het gaat over de... Op basis van wat? Op basis van de elementen die gedefinieerd zullen zijn van de kring. Allee. De 9,3% staat in het jaarlijkse rendement. En als het gaat over de overeenkomst, dan staat daar niet meer 9,3%. Dan wordt er plotseling de formulering gebruikt, het verwachte rendement. Allee. En het verwachte rendement is niet hetzelfde als het gegarandeerde. Het is heel anders. En op het moment dat we daar inschrijven, meneer Wattelet... Bon, allez, la parole est à monsieur Calvo pour qu'il poursuive son exposé. Monsieur Calvo, vous poursuivez? Meneer Terwinge wil nog antwoorden. Non, monsieur Terwinge, non. Monsieur, continuez, monsieur Calvo. C'est pas, je sais bien que vous essayez d'accrocher dans cet hémicycle les gens pour les faire parler. Alors, continuez votre rapport. Allez, continuez votre truc, monsieur Calvo. Autrement, effectivement, je vais avoir vraiment l'impression d'être un président de cabaret, pardon. Ik kom daar niet, dus ik kan moeilijk vergelijken, meneer de voorzitter. Maar normaal gezien ging meneer Terwinge nog antwoorden op de vraag of hij het nu als nieuwe generatie Christen-Democraat fatsoenlijk vond dat er een conventie met een exploitant wordt onderhandeld en dat we als parlement dat niet mogen zien. Hè? En tussen haakjes, meneer Terwinge,
Dat is geen kritiek van Groen en Greenpeace. Alleen, ik heb hier tussen mijn stapel papieren ook het advies van de Raad van State. De Raad van State is niet meteen een bende hippies, nog acteurs in een cabaret. De Raad van State heeft exact dezelfde kritiek als wij. Exact dezelfde kritiek. Dat je dat niet via deeltjes en via achterkamertjes regelt, maar dat je heffingen, belastingen, dat je dat regelt via wetgeving. Dus ik voel me daar echt niet op mijn ongemak. Ik mag nog zoveel tussenkomen over hoe ik tussenkom. Ik voel me in deze echt wel gesteund, onder andere door het advies van de Raad van State. Collega's, ik zal proberen te eindigen met een vrolijke noot. Monsieur Calvo, vous avez commencé à... Le règlement prévoit une demi-heure. Vous avez été interrompu très souvent. Je vais encore vous laisser un peu de temps, mais je vous demande quand même de penser tout doucement à conclure. Voilà, dus ik, dat was ik ook van plan. Dus ik ging proberen te eindigen met een vrolijke noot, met een optimistische noot, collega's. Want het is inderdaad zo, en dat is de reden waarom onze fractie met veel overtuiging dit wetsontwerp niet zal steunen, dat hier vandaag de levensduurverlenging van een kernreactor van 10 jaar ligt. Een kernreactor van 1975. Maar wat hier vandaag ook voor ligt, en wat we vandaag ook vaststellen, is dat al die partijen, CD&V en MR op kop, die gezegd hebben sinds 2003, die op die manier de miserie hebben georganiseerd, we kunnen niet zonder 1 megawatt minder nucleaire energie. Dat die vandaag zeggen, eigenlijk dat is waar. Het programma van de Groenen, tergend haalbaar. Tergend haalbaar. Want als we vandaag 2 van de 3 reactoren kunnen sluiten in 2015, met, ik citeer, een non-beleid op vlak van energie door de voorbije regeringen, niet alleen mijn analyse, ook de analyse van de staatssecretaris, hoeveel hadden we er kunnen sluiten...